Ik ben teammanager van de opleiding Business IT en Management, een van de leerroutes binnen de HBO ICT. En met een team van ongeveer 15 tot 18 docenten geven wij het onderwijs binnen de opleiding en ook zeg maar een aantal de docenten een aantal andere vakken ook binnen de andere leerroutes. En we zijn met name onder andere dus ook zeg maar verantwoordelijk voor het specifieke BIM semester. Ik ben heel tevreden over het BIM specifieke semester op zeg maar alle facetten. Als ik kijk naar de contacten met de bedrijven, als ik kijk naar de vakken die gegeven worden, als ik kijk naar het internationale deel, waar ben ik zelf ook mee naar Roemenië geweest, dan is zeg maar tot nu toe is het een succes. De internationale cursus liep ook denk ik heel tevreden over. Ten eerste denk ik dat er de studenten waren ontzettend enthousiast dat uiteindelijk ze naar het buitenland kunnen. Dat degenen die dus geweest zijn, zowel in Manchester, in Stuttgart als in Cluj, een hele zeg maar, leerzame ervaring hebben gehad. En ook de docenten, dat je zegt van in de ene was er wel een uitwisseling met studenten, de andere weer niet. Maar dat het in ieder geval voor alle drie de groepen, wat ik heb gehoord, en Cluj heb ik dan zelf meegemaakt, een enorme leerzame ervaring is geweest. Op het moment dat je daar bent, hè, dat het voor de studenten ook zichtbaar en ook helder wordt. Oké, zo gebeurt het hier. En daarom zitten de mensen hier. En ze zijn zeer goed, ze zijn echt specialisten op het gebied van hè, programmeren. En daarom zit zo'n bedrijf daar, wat dan de voor- en de nadelen zijn. En de studenten zijn heel, zeg maar ook heel enthousiast, hè, terugkomen met mooie verhalen. En om dan te zeggen van kijk, hè, dat willen we zeker ook volgend jaar weer een vorm geven. Ik kijk wel naar het geheel voor het eindcijfer. Nee, natuurlijk. Ja, en terug naar de eerste variant. Ik kan me voorstellen dat voor Rob een overzichtelijk samenhangend geheel uiteindelijk prettig is. Dus ja, je begint hier met die opzet. Ja. En dan heb je hier nog eens een rapport gedaan, want jullie hebben dat een beetje zo verdeeld. Mm-hmm. En daar nog wat en daar nog wat. Ja, ergens zou dat bij mij gaan wringen. Dan denk ik, ja, wat is nou het eindresultaat? Ja. Dat is een goeie. En als ik het eindresultaat wil lezen, dan moet ik eerst jouw ding lezen. Ja, dat is inderdaad. En dan dat, en dan dat, en dan moet ik dat weer aan elkaar en zelf aan elkaar gaan lassen. Best heel bijzonder, hè, wat jullie doen. Jullie vullen elkaar compleet aan, hè? Oké, jij begint over de fouten, jij begint over de adviezen, over de zondriest. En jij begint over de meetresultaten. Dus jij begint over de transparantie van je onderzoek, mm-hmm. Dus onderbouwd. Maar eigenlijk zijn het alle drie de onderdelen van onze slag. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ik maak niet vaak mee dat... Ja, dat maar het zijn eigenlijk de onderdelen wat wij willen. Ja, dat klopt. Dat is wel mooi. Maar... Ja, jullie bevinden zich nu bij Magna Vesum. Magna Vesum is een bedrijf die zich gespecialiseerd heeft in applicatieontwikkeling en business intelligence oplossingen. Okay. En we zijn voornamelijk een technisch bedrijf die technische oplossingen bieden voor onze klanten. Mijn functie is technology officer. Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de technische kant van application services. Zoals ik net aangaf, ben verantwoordelijk voor de technische kant van het bedrijf. Dat betekent dat wij de applicatieontwikkeling doen. Wij bouwen apps voor Windows, Android, iOS. We werken ook samen met een van onze partners. En daar zijn wij eigenlijk ondersteunend aan dat wij de apps ontwikkelen en zij de services aanbieden. Ja. Hebben de studenten tot nu toe goede bijdrage geleverd aan de opdracht? Ja, vind ik wel. We zijn eigenlijk begonnen met hem te kijken van hoe kunnen we ons werkvlak eigenlijk samenstellen. Waar ligt de scope? Het is een vrij breed gebied waarbij je onderzoek kan gaan doen. Dus hebben we eigenlijk eerst nagekeken van kunnen we de consumentenmarkt en de zakelijke markt apart oppakken. Dus hebben we ook al gelijk een verdeling in gemaakt waarbij we drie studenten de consumentenmarkt hebben laten onderzoeken.
En de zakelijke markt hebben laten onderzoeken. Daarin zijn ze in ieder geval 2 wekelijks langsgekomen om voortgang te bespreken van het onderzoek. En zodat wij ook informatie kunnen aanleveren over hoe wij het onderzoek willen samenstellen. En op basis daarvan hebben we ook het onderzoek elke keer verfijnd en verbeterd daarin. Dus al met al is dat een goede ervaring geweest. Er zijn ook echt resultaten nu al uitgekomen waar we zeker wel wat mee kunnen in onze verdere doelstelling. Alles on-premises houdt, en de andere grens is dat je alles in de cloud stopt. Oké. Okay. Dus wat kan wel in de cloud en wat kan niet in de cloud? Ja, en waarom kan wat wel in de cloud en wat niet? En waar twijfel je over? En wat zou nog een keuze kunnen zijn? Oké, dus bijvoorbeeld dat ze dan hun belangrijkste applicaties, dus Optivision, dat is dat hele manufacturing systeem. Ja. Dat kan beter on-premises blijven om deze redenen. En dan bijvoorbeeld de weet ik veel, Salesforce, die kan beter, zo'n ERP-systeem kan beter in de cloud om deze reden of zo. Precies, je kan dus niet ja of nee tegen je keuze zeggen, maar ik zeg wel ja, dat is nou precies waar het om gaat, ja, dit gaat daar en dat gaat daar. Okay. Met ComplianceWise helpen wij financiële instellingen met het optimaliseren van hun compliance-processen. Dat doen we door middel van IT-oplossingen aan te bieden. Dus wij gaan kijken hoe een compliance-proces bij een financiële instelling is ingeregeld. Wij gaan kijken hoe je dat kan optimaliseren, kan digitaliseren en uiteindelijk daar een IT-oplossing voor bieden. Mijn rol is een commerciële rol, dus ik hou me bezig met het uitbreiden van de klantenportefeuille, verbreden van de markt. Dus ook we zijn bezig met het groeien naar andere landen. Zo zijn we actief in Luxemburg, we gaan naar Engeland. Dus dat is mijn rol en ik ben ook in contact gekomen met de Hogeschool van Amsterdam. Met Jan Heijn betreft stagiaires en zo kwamen we uiteindelijk over dat BIM-project in gesprek. Ja. Dus mijn rol in daar is weer het contact met de hogeschool. Wat voor ons volgens mij we moeten onderzoeken hoe wij aan een ISO 27001 verklaring kunnen komen. Wat daarvoor nodig is, ze doen een analyse van de huidige situatie en wat de vereisten zijn vanuit de ISO-normering. En de gap daartussen, en daar hebben zij dus een onderzoeks- en adviesrapport, dus volgens ze daarvan doen ze alle twee dezelfde dingen. De groepen werken ook echt samen dus? Ja, nou ja, die werken wel. In het beginstuk hebben ze veel samengewerkt om uiteindelijk heel die certificering te inventariseren. Hè, dus dat ze samen daarmee van elkaar konden leren en eigenlijk dat kennisniveau sneller naar een hoger niveau kwam. En daarna zijn ze zelf, zijn ze beide eigenlijk 2 richtingen ingegaan. De een meer op technisch gebied, de andere meer op eigenlijk praktisch gebied. Maar het is van belang dat die 2 natuurlijk allebei goed geregeld zijn, want anders heb je nog steeds aan een van de beide kanten ergens de deur openstaan. En dus tot nu toe tevreden over wat de studenten gemaakt hebben en gebracht hebben? Ja. De projectplannen zagen goed uit, dus we hebben natuurlijk nog het eindresultaat nog niet gezien. Dus dat horen we ook binnenkort bij jullie op school. Dat zag allemaal goed uit. Dus we hebben hier en daar wat reply gegeven en ook discussies gehad. Over het algemeen zag het allemaal goed uit. Ja. Ja. Okay.